Ja, ook zij staan inmiddels tegen de startplank en ook hun stel ik natuurlijk weer voor. Nuland, laat je horen voor Jurre van de Hatert. Rapid Wheels, let op, Sven Bakker. Voor de Bissing Crosser staat tegen de startplank Huub Splithoff. Voor de Logsprinters, Milan Alverink. Voor Uritas Assen, Sylvan Meinders. Voor de Hoepers uit Berlingum, Jurian Leenders. Voor DVO Haaksbergen, Tigo Sluik. En last but not least voor CRT Raalte, Bodi Bakker. Succes. Gaan we weer de leeftijd omhoog. Jongens, 8 jaar, 9 jaar moet ik zeggen. We zijn weer ons gestart met Bodi Bakker die heel goed vertrokken is. De man met plaat nummer 43. Bodi Bakker in het geel kijken. Ze een mooie sprongen naar op die tweede bult hier op de baan van de Rapid Wheels in Castine Veen. Gaat die goede zaken doen. Tigo Sluik kan ook goed volgen hoor. Zien we die tweede plaats. Die gaat er misschien zelfs voorbij. Het is Sluik aan de buitenkant. En dat is aan de binnenkant. Bodi Bakker. Gaat hij als eerste de bocht in? Nee, Sluik. Sluik inderdaad buitenom. Sluik pakt daar die leidende positie over. Het is Tigo Sluik inmiddels aan de leiding, dames en heren. Het is DVO Haaksberg. Laat je horen, Haaksberg. Waar zit hij? Het is Sluik aan de leiding. Kan Bakker nog terugslaan? Dat moet nu gaan gebeuren. Bakker op die tweede plaats. Maar Sluik heeft een voorsprongetje. Een heel klein voorsprongetje weliswaar. Hij steeft af voor het kampioenschap. En hij is de kampioen 2015.